Want dit verhaal begon zo mooi. We zagen net in beeld ook al trouwfoto's. Alles was goed, Lekert. Kun je ons even meenemen? Hoe gaat dat? Hoe kom je daar binnen? Wat zie jij dan, wat wij allemaal niet zien? Nou, dat zijn veelgestelde vragen. Hè? Die heb ik al vaak moeten beantwoorden. Dat is moeilijk om dat nu in een minuutje zo te zeggen. Het is belangrijk dat we hier zitten om te proberen om eens een serieuze discussie van een uur of langer te hebben en wat speerpunten eruit te pakken die de bevolking niet ziet. Welke macht ze hebben, hoe die macht in elkaar steekt. En dat vind ik op zich interessanter dan het over de pruik van Trix hebben. Of, gaan we ook niet doen vandaag. Welke macht hebben ze dan? Dat je zegt van, dat hebben de Oranjes wel en de rest van Nederland niet. Of de ministers niet. In één woord, ongebreidelde macht. Alles wat zij willen zal geschieden. Punt uit. En dat heb jij zelf ook ervaren met alles wat ik, jij toen... Niet alleen ik, ook bewindsvoerders hebben dat ervaren. En misschien dat de heer Dales als voormalig diplomaat daar ook nog eens wat van kan zeggen. Overigens is buitenlandse zaken bijvoorbeeld het domein privé van Trix en nu dus van Alex. Dus het is ongebreidelde macht. Hoe zit dat precies dan? Dat is ook macht die zich uit op het gerechtelijk niveau waar ze hun hand in steken. Justitieel dus. Financieel, ik kan daar straks een stuitend voorbeeld van geven. En het is ook sociaal en psychisch. Want, kunnen we even beginnen bij het juridische? Want je zegt dit omdat je dit ook zelf hebt meegemaakt, toch? Je bent jarenlang verwikkeld geweest in allemaal rechtszaken. Ja. Juist ook met deze koninklijke familie. Ja, nou uiteindelijk, dat mocht begonnen? U ook allemaal niet weten, ben ik daar tot de Hoge Raad geraakt. En ja, arme sloeber en geen geld, nu voor poveren, dan moet je een advocaat op toevoeging krijgen. En ja, als die advocaat een oranje klant blijkt te zijn, dan word je toch goed in het pak genaaid, om het zo maar te zeggen. Dat is ook gebeurd. En dat heeft vreselijke consequenties gehad. De Hoge Raad heeft dat toen gewoon met de stempel in de vuilnis gegooid. En toen zijn we naar het Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg gegaan. En wat zich daar afgespeeld heeft, ja, daar lusten de honden ook geen brood van. Want daar werden de Nederlandse delegatieleden van de Venetië Commissie. En dat is allemaal ingewikkeld, maar dat zijn gewoon Nederlanders die daar zitten. Ja, die hebben gewoon op persoonlijke titel gekregen dat die zaak voor de Hof van de Mensenrechten weggezet moest worden. En toen hebben ze dus ook, die advocaat heeft mijn stukken, ik probeer het zo kort mogelijk te houden, die normaal, want dat zijn de regels, in het Engels gepresenteerd moeten worden. Heeft hij in het Nederlands opgeschreven. En dat is naar een Kroatische rechter gegaan, die geen woord Nederlands begrijpt. En die heeft een vonnis daarover uitgesproken. En dat vonnis was een stempel denied. Edwin, ik wil het even samenvatten met... Er speelt ongelooflijk veel, ja, zoals je zelf al zegt. Maar u vroeg het. Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Dus je hebt persoonlijk daarmee te maken gehad. Je hebt een enorme prijs voor moeten betalen. Je bent ook in de media weggezet voor gek. Maar je zei ook... Dat doe je met ze. Dat is nou precies het punt. Dan hebben we dat alvast gehad. Zeg maar dat degene die het wel weet en die toevallig de ervaring heeft en de echte deskundigheid heeft, zeg maar dat hij gek is. Of zeg maar dat hij een nare man is. Want dan hoeft niemand je meer te geloven. Wil je nou niets meer missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En vergeet natuurlijk niet om deze video te liken.